Ik ben weer bij de Sephora geweest. Ben aardig losgegaan. Dus ik heb weer een shoplog. Ik wou dus eigenlijk 200 euro uitgeven. Dat is 300 euro geworden. Maar er zaten wel twee cadeautjes bij. Dus ik heb me ongeveer aan mijn eigen budget gehouden. Maar ik ben echt weer super excited voor alle spulletjes. Het eerste wat ik heb is de welbekende Charlotte Tilbury Setting Spray. Ik ben hier nog voor teruggegaan. Ik had hem niet de eerste keer meegenomen. Maar ik zie er zoveel goede dingen over op TikTok. Dus ik moest deze wel hebben en een keer proberen. We gaan hem meteen even testen. Oh, er zit wel een hele lekkere mist op. Hij is niet zo hard. En het ruikt ook heel erg lekker. Ik ben benieuwd. Dan heb ik twee producten van Fenty. Ik vind Fenty echt een topmerk. Allereerst heb ik de Ease Drop. Alleen dan in een wat lichtere kleur. Want ik had dus al een hele donkere. Zo. En deze kun je dus heel mooi met je dagcrème brengen. Als je bijvoorbeeld geen foundation draagt. Maar ook door je foundation heen. Als je hem wat glowier wil maken. En ik heb nu dus een beetje een gouden kleur gehaald. En zoals je ziet geeft het echt een hele mooie shine. Dit is echt perfect voor de no make-up make-up days. En dan heb ik ook dit leuke setje met een mini diamond bomb. Die wil ik heel graag proberen. Maar ze hadden ook dus dit setje met een gloss en een diamond bomb. Leek mij de ideale combinatie. Want zo'n diamond glitter highlighter gebruik je natuurlijk niet super vaak. Maar het is wel heel leuk om te hebben voor speciale gelegenheden. Kijk hoe schattig het formaat van deze gloss is. Deze is in de kleur Fussy. En dit is een beetje een roze pinky nude met glans erin. Dus dit is ook echt perfect voor everyday. En dan heb je dus ook nog de highlighter. Deze is alleen wat moeilijker uit de verpakking te krijgen. Maar dit is zo'n schattig formaat. Oh my god. Maar dit is dus echt super shiny. Dit is beeldig om bijvoorbeeld op je ooglid te dragen. Ik vond dit wel perfect dat het allebei mini zijn. Scheelt natuurlijk ook wat in de kosten. En je gebruikt dit toch niet zo heel vaak. Oh, jullie zien al hoe shiny het is. Ik ben hier echt heel benieuwd naar. Dan heb ik deze liquid lipstick van Huda in de kleur Wifey. Deze zag ik bij Laura op TikTok de dag erna dat ik al bij de Sephora was geweest. En dit is echt de perfecte kleur nude. Ik hou echt van nude lipsticks. Ik wil niet te veel gekkigheid op mijn lippen. En deze lijkt echt beeldig. Dat is gewoon de kleur van je lippen, alleen dan beter. En deze droge mat op en blijft de hele dag zitten. Dus Laura had me helemaal geïnspireerd. En daardoor ben ik dus nog teruggegaan naar de Sephora om deze nog een dag later te scoren. Dan heb ik nog een highlighter van Rare Beauty. Dit moet dus echt een super blinding highlighter zijn wat ik op TikTok zie. En ik zocht nog een mooie. En toen dacht ik, dan ga ik deze halen. Ik wil het gewoon niet gebruiken. Het is allemaal zo mooi als het net nieuw is. Maar deze moet dus echt super shiny zijn. Ik ga denk ik ook alle producten testen in een Get Ready With Me. Dus volg me als je die ook wil zien. En als laatste heb ik nog drie producten van Makeup by Mario. Ja, dit merk verkopen ze eindelijk in Europa. Ik ben echt super excited. Dus ik heb drie leuke dingetjes gekocht, waarvan één cadeautje voor mijn zus. Allereerst heb ik voor mezelf Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. En dit is dus een soort van bronzerachtig. Maar dit is dus ook een heel mooi product om te dragen als je geen foundation op hebt. Of bijvoorbeeld weer een no make-up make-up day. Het ziet er trouwens echt heel gek uit. Een beetje moesig of zo. Maar deze gaat ook weer helemaal viraal op TikTok. Dus deze wou ik natuurlijk proberen. Dan heb ik ook nog een blush voor mezelf gehaald. Ik moet zeggen, ik ben helemaal into de cream blushes de laatste tijd. Maar ik heb dus bijna geen poederblush. En nou helemaal niet een beetje persik tinten. En dit vind ik dus echt beeldig voor als ik wat bruiner ben. Of bijvoorbeeld in de zomer. Ja, dat is het nu niet. Maar het komt er natuurlijk wel meer aan. En dit is een beetje een natuurlijk peach kleurtje. En deze mis ik nog in mijn collectie. Dus ik dacht, die haal ik lekker van Makeup by Mario. Even satisfying dit. Niet helemaal. Maar deze ziet er wel echt beeldig uit. En als laatste heb ik nog de contour stick. En deze heb ik niet voor mezelf gehad, maar voor mijn zus als cadeautje. Maar ik ben hier wel heel nieuwsgierig naar. Hoe draait dit? Oh mijn god, ik kan hem niet draaien. Zou die kapot zijn? Hij lijkt ook al gebruikt of zo. Of is dat normaal? Nee, het zit hier in de dop. Oh, ik heb al heel veel gezien op TikTok dat deze verpakkingen dus heel slecht zijn. Maar dit zou wel een beetje set zijn. Want dat heb ik dus als cadeautje gekocht en dan werkt het niet. Oh wacht, hier is die. Er zit redelijk wat in. Maar dit is dus een contour stick. En hieronder zit dus als het goed is ook een kwastje. Waardoor je gewoon een 2-in-1 hebt. Ja, ik weet niet of ik zo'n kwastje zou gebruiken omdat het best wel hard is. Maar ja, Makeup by Mario heeft het uitgevonden, dus het moet wel goed zijn. Dus deze is voor mijn sissy. Ik had ook nog een heel leuk lipgloss setje gehaald van Fenty. Maar dat was ook een cadeautje voor mijn vriendin. En die heb ik natuurlijk al gegeven, dus die heb ik nu niet. Ik ben weer helemaal happy met mijn buis. Echt, gelukkig kan je me niet maken. En ik ga dit allemaal uittesten in een Get Ready With Me. Dus vergeet me niet te volgen als je die video niet wil missen. Lekker, de finish passie. Oeh, assez pour. Là, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, genre parce que de base, je vais juste passer vite fait pour acheter un anti-cerne au final. Voilà. Bref, du coup, je vais vous montrer. Donc, c'est parti.
Donc tout d'abord, j'ai l'anti-cerne de chez Too Faced. Donc c'est mon anti-cerne de base. Je l'aime trop, je l'utilise pour tout. Même des fois quand je mets pas de fond de teint et tout et que je veux vite fait faire un make-up, c'est ceux-là que j'utilise. J'en avais plus donc je l'ai racheté. Ensuite, la fameuse houppette qui n'existait que sur Shein. Je l'ai enfin acheté parce que je l'ai vu à Sephora. J'étais trop trop contente, je l'ai directement pris sans hésitation. Puis j'ai voulu acheter le fameux blush de chez Too Faced parce qu'à Skip il est grave bien. Alors je vous en dirai des nouvelles parce que je ne l'ai jamais utilisé. Et voilà, on va essayer ça et puis on verra bien. Puis de base, moi je ne mets pas de fond de teint sur mon visage. Enfin si, j'avais commencé avec le fond de teint de chez... comment elle s'appelle la marque Charlotte Tilbury. Enfin c'est pas vraiment un fond de teint, c'est plus comme une base. Enfin, genre c'est plus comme... Je sais pas, mais genre c'est pas vraiment un fond de teint. Genre il n'est pas vraiment posé comme un fond de teint. Et je mettais ça en été. Sauf que du coup là en hiver, ça a commencé à faire... Enfin c'est pas ouf. On m'a proposé celui-là de chez Rare Beauty qui à Skip il est grave bien pour l'hiver et qu'il couvre pas trop, il est pas trop couvrant parce que j'aime pas trop les fonds de teint couvrants et du coup on m'a proposé celui-là donc on va tester ça et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite en tant que comment on appelle ça, primer, j'ai pris ce Benefit, enfin c'est celui que je prends tout le temps, j'en avais plus du coup je l'ai racheté, je l'aime trop depuis que Poupette l'a conseillé, je le kiffe, je le mets tout le temps. Ensuite, j'ai l'anti-cerne Huda Beauty, mais le rose, celui qu'on met avant de mettre l'anti-cerne normal. Genre, je voulais le tester parce que je l'ai vu dans une vidéo de... Je sais pas comment on prononce son prénom, Ananis, Anaïs, Anaï, je sais pas. Bref, je l'aimais bien, du coup, bah, je voulais le tester. Encore un anti-cerne, celui de chez Tarte. En fait, j'aime trop les anti-cernes, je pense que ça doit être ça. Genre, vraiment, je veux tous les tester, je veux savoir c'est quoi le meilleur. Je teste tous les anti-cernes, j'essaie tout. Mais en tout cas, celui-là, je sais qu'il est hyper bien, donc on verra bien. Mais... En fait, avant je l'utilisais, mais après je fais une pause. Donc voilà. Ensuite, un gloss de chez Funchy Skin. Bref, à Skip, il est bien. Je l'ai vu dans une vidéo d'une meuf. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. En plus, ça a le goût à la cerise. Celui-là. Je l'aime trop. Il a l'air trop bien. Quoi. On verra bien. Et pour dernier choix, j'ai le crayon Huda Beauty. Donc de base, j'utilise le Warm Brown. Mais à Skip, c'est trop foncé sur mes lèvres. Donc je vais essayer le Pinky Brown. Et un dernier choix, j'ai celui-là, enfin j'ai ça. Genre c'est une poudre de chez Charlotte Tilbury. Il y a beaucoup de personnes qui la mettent. En vrai c'est juste parce que genre je teste les trucs à cause des gens. En fait c'est eux qui me conseillent genre vraiment. Parce que sinon de base j'aurais pas... Enfin si, le packaging il est beau mais bon c'est pas pour le packaging que je l'aurais pris quoi. Après voilà on fait tout ça genre... Quand on voit un truc, on veut le tester, tout le monde dit que c'est bien. Regardez. Attendez. Frère, pourquoi il est sale? Ah, c'est le plastique. Pourquoi j'arrive pas à enlever le plastique? Trop bien. Je vous dirai, hein. Je vous dirai si c'est bien ou pas. Allez, bisous bisous, n'hésitez pas à follow, à liker la vidéo. De toute façon, moi je suis toujours là. Et voilà, pour des tests beauty, toujours. Shumlo! Oh jongens, ik ben zo heerlijk geslaagd. Ben gisteren naar Keulen geweest, daar zit een ontzettend grote Sephora. En ik heb zo lekker veel toffe spulletjes gekocht. Er was ontzettend veel op voorraad, dat was de vorige keer iets minder. Was ik ook leuk geslaagd. Maar nu jongens, oh, super tof. Ik ga het even heerlijk unboxen met jullie. Ze verkopen daar ook make-up bij Mario. En de vorige keer was niet alles op voorraad wat ik wilde hebben. Maar zoals jullie kunnen zien, nu wel. Ik heb hartstikke veel kunnen scoren van dit heerlijke merkje. Ik ga het heerlijk even met jullie uitpakken. Als eerste een toffe lipcombo. Ik heb een lipliner gekocht. En ja, ik kan het natuurlijk niet zo heel goed laten zien waarschijnlijk. Maar het is een beetje zo'n nudie, lichtbruin, peachy kleurtje. En dat heb ik natuurlijk bedacht bij een super mooie lipstick shade. Dit is de Suede. Even kijken. Ja, Ultra Suede Lipstick. Nou jongens, en echt, ik zal hem even proberen te swatchen voor jullie. Kijk eens, wat een mooi kleurtje voorbij die lipliner ook. En ja, het voelt ook zo, maar het ziet er ook echt zo uit. Alsof je gewoon Suede op je huid doet. Echt fantastisch. Ik ben super benieuwd hoe deze gaat zijn on my lips. Helemaal leuk. Verder heb ik een highlighter van Make Up by Mario. De vorige keer hadden ze mijn kleurtje niet op voorraad. Ze hadden toen alleen citrien. Daar lag het helemaal vol mee. Maar dat was nou juist niet de kleur die ik wilde.
Ik heb nu kwarts en dat doet me ontzettend denken aan de glossbom van Fenty Beauty, waar ik oh zo fan van ben. Kijk eens jongens, hoe fantastisch. Ik ga hem even proberen voorzichtig te swatchen, want oh, ik vind dat altijd zo zonde. Ik doe het even naast de lipstick. Kijk eens jongens, stunning. En ik doe dat dus ook over mijn ogen, over mijn lippen, maar natuurlijk ook als highlighter. Oh, love, love, love it. Ik ben nu al helemaal verliefd. Gaan we even verder. Ik heb het restje van de highlighter die op mijn vinger zat even op het puntje van mijn neus gedaan. En oh, love it. Verder heb ik de Skin Perfector gekocht. Die had dus de vorige keer niet in mijn kleur. Ik heb light medium. Ik heb al de Skin Enhancer. Die is ook fantastisch. En dit is een finishing poeder. Je kunt het als bronzer gebruiken. Oh, ik krijg deze doosje altijd zo moeilijk open. Kijk eens hoe mooi. Dit is een beetje voor een bronzing. Dit is een beetje voor all over the face. En deze kan je gebruiken als een soort van highlighter. Ja, helemaal geweldig ook. Helemaal blij mee. Dan hadden ze ook het eyeshadow palet op voorraad. De, even kijken, Master Matte. En ja, zoals jullie inmiddels weten, ben ik absoluut niet van de matte eyeshadow looks. Überhaupt niet van een matte make-up look. Maar deze kon ik niet weerstaan. Ik heb daar zoveel mooie tutorials over gezien. Ik denk, ja, die moet ik toch hebben. Kijk eens, hoe stunning al die neutral shades. Ik wil hier zeker ook gewoon een totale matte ooglook mee maken. Ben ik ontzettend benieuwd naar, maar ik denk dat me dat wel eens helemaal kan verrassen. En verder is dit ook super top als basis waaroverheen je de glittery shades gaat doen. Daar heb ik ook al meerdere mooie dingen mee gezien, dus kan niet wachten. Ik heb wel al in de winkel even geswatcht en ook dat is net alsof je zijde op je huid smeert. Geweldig. Ik moet er even wat sneller doorheen jongens, want anders red ik het niet in één video weer. Ik heb een eye pencil gekocht. Daar zit ook heerlijk tof een kleine puntenslijper bij. En ik heb gewoon een donkerbruine gedaan. Maar Make Up by Mario staat bekend om de goede eyeliners. Verder hadden ze eindelijk op voorraad de blush stick in coral. Daar was ik naar op zoek. Die hadden ze de vorige keer niet. Iedere keer maak ik hem verkeerd open. Yes, dit is die. Kijk eens, wat een mooie kleur. Jullie weten dat ik van koraaltinten hou, dus ben er helemaal blij mee. Dan heb ik nog een mini eyeshadow palet gekocht en dat kwam echt door de shades die hierin zitten. Kijk eens jongens, er gaat niks boven een goed palet met blauw tinten erin. En nu gecombineerd met zilver en goud, ook helemaal tof voor de feestdagen. En ik heb een eye pencil gekocht, die laat ik dan meteen vast zien, van Make Up Forever in zo'n indigo blauwe tint. Kijk eens hoe gaaf. Dus dat heb ik ook echt zo samen bedacht. Dus ga ik een tutorial mee maken. Even kijken. Dat was het van Make Up by Mario. Het is ook nogal wat. Van Make Up Forever heb ik ook een lip liner gekocht. De kleur koffie die ik wilde, die was er niet. Maar deze komt in de buurt. Een beetje roze, nudy, bruine tint. Verder een fantastische brush van Make Up Forever. Die hebben ontzettend goede brushes. Ze hadden heel weinig op voorraad, maar onder in de la, ik had hem gewoon even opengetrokken, kan best, had ik deze gevonden, een kabuki brush. Maar dan kijk, een schuine kant, een beetje een potloodvorm. En die lijkt mij dus ideaal om het finishing poeder mee aan te brengen. Reuze benieuwd naar. Dan heb ik make-up gekocht van Rabanne. De vorige keer heb ik het helemaal overgeslagen, want ik denk, ik ken het eigenlijk helemaal niet. Ben daar TikToks over gaan opzoeken en die glitter shades van de eyeshadows, ik denk, die moet ik hebben. Dus heb ik ook gekocht. Ik heb een vloeibare eyeshadow. Die ga ik nu niet swatchen. Een soort metallic finish. In een mooie, ja, taupe-achtige kleur. Helemaal blij mee. Dan nog twee eyeshadow paletjes. Zien er ook helemaal fantastisch uit, vind ik. Even kijken. Ik krijg ze natuurlijk weer niet goed open. Ja. Nou, dit is voor mij een hele nieuwe. Want dit is een soort gel-achtig iets. Maar als je het swatcht, dan lijkt het net alsof je een beetje zo'n gloss finishing krijgt. Helemaal top, met een hele mooie glitter shade. En het tweede palet, ja, deze shade is echt zo tof. Het is een soort duochrome. Kijk, donkerbruin en licht. Maar deze, die heeft groene sparkles er doorheen, roze sparkles doorheen. Ja, heel apart. Heb ik nog niet eerder op deze manier gezien. Ook heb ik weer een heerlijke stapel gekocht van Rare Beauty. Ze hadden ook precies de tinten die ik zocht. Nog nooit geprobeerd, maar veel over gehoord. De mascara van Rare Beauty, dus ik ben er ontzettend benieuwd naar.
en het wenkbrauwpencil. Het is precies mijn kleur. Ik heb hem geswatcht in de winkel en het viel me meteen op hoe smooth ik het allemaal kon invullen. Dus super tof. Dan heb ik eindelijk toch ook de vloeibare highlighter besteld. Ik durf dit niet, want ik heb wel wat texture hier en daar. Maar ja, ik zie er zoveel moois over. Toch gedaan. Ik heb de kleur Enchant, dus een beetje roze-achtige tint. En ik heb een backup gekocht van mijn fantastische Amazing Highlighter. Mijn top 1 in de kleur Mesmerize. Ja, dat is die ik het meeste pak iedere keer. Dus die wil ik heel graag hebben. Want de vorige was natuurlijk in heel veel stukjes aangekomen. Dus nu heb ik hem. Dan heb ik nog een stunning eyeliner besteld van By Terry. Niet iedereen kent het misschien, maar die hebben ook echt fantastische producten. Er zit ook weer super tof een puntenslijpertje bij. En ik heb een beetje zo'n metallic blauw. Ja, ik hou heel erg van blauw onder de ogen. Oh, ik kan hem nog even niet omhoog draaien, maar dit is de kleur. Hoe tof. En een nieuw kleurtje van de Lust Gloss van Pat McGrath. Die zijn fantastisch, deze lipglosses. En die heb ik in Bronze Seduction, heet die geloof ik, besteld. Ja, er zitten allemaal roze, bronzy sparkles in. Echt fantastisch. Bronze Divinity heet de kleur. Dat andere is een eyeshadow palet, was ik mee in de war. Dus dat is de goede kleur van deze fantastische lipgloss. Die heerlijke meid achter de kassa, ik had natuurlijk ook een huge bestelling, heeft er fantastische spulletjes bij gedaan. Een mini van Olaplex, nummer 3. Een mini lipstick van Estée Lauder. Een olietje geloof ik, cleansing oil van Pai. BB Glow van Bumble, ik ken het merk nog niet, maar ook helemaal benieuwd naar. En nog een mini van Emborian. Ja echt, ze gooiden gewoon van alles erin. Wat ze ook nog gaf, laat ik ook even zien. Heerlijke fluffy shopper met Sephora erop. Het is van dat teddy stof, weet je wel. Nou ja, die gaf ze er ook nog bij. Snap ik ook wel, nogmaals. Ik was ook wel natuurlijk een enorme klant voor haar gisteren. Maar goed, dit was mijn shopping haul. Een extra grote deze keer. Ik ben er ook helemaal blij mee. Ik had een beetje pech op de terugreis met een kapotte band. Maar dat is ook allemaal opgelost. Dus ik ga heerlijk genieten van mijn nieuwe spulletjes. Voor de giveaway, dat laat ik natuurlijk niet zien. En wat ik voor de kerst gekocht heb voor mijn meiden, kan ik ook niet laten zien. Want ja, die kijken natuurlijk heerlijk mijn video's. Ik ga hier fantastische tutorials mee maken. Dus ik hoop dat jullie die ook allemaal gezellig gaan kijken. En dan tot de volgende video weer, liefjes. Doei doei! Je viens de recevoir ma commande Sephora, on l'ouvre ensemble. La semaine dernière, il y avait une journée gold sur le web chez Sephora. Puis j'ai fait une petite commande, je te montre ce que j'ai acheté et on va découvrir ensemble le contenu de la pochette gold. J'ai pas pris grand chose, j'ai pris 3 articles, c'est des articles que j'avais envie de tester. J'ai pris cette crème hydratante de chez Bioma, j'ai vu que des bons avis sur internet, donc du coup je la teste et je vous dis ce que j'en pense. Je me suis pris cette brume parfumée de Sol Janeiro, ça fait un moment que je voulais la tester. J'ai pris la senteur pistache caramel salé et je vais te dire tout de suite si ça sent bon ou pas. C'est parti, on va voir ce que ça sent. Oh. Ah, c'est une dinguerie. Oh, ça sent le soleil, ça sent l'été. Oh, c'est magnifique ça. Elle est géniale. Alors, je sais pas si ça tient bien dans la journée, mais en tout cas, oh, mais ça sent trop bon. Je vais en mettre dans mes cheveux. Ah ouais, oh, incroyable odeur. Pépite, sent bien le caramel, la pistache, la vanille. Oh, c'est génial. Trop contente de l'avoir acheté celle-là. Et le troisième article que j'ai acheté, c'est la palette de Makeup by Mario. Par contre, je la trouve petite. Si tu compares avec une palette lambda, je sais pas, je trouve qu'elle est petite. Bref, je vais voir à quoi elle ressemble. En fait, ça fait longtemps que je veux l'acheter. Et à chaque fois, moi je sais pas ouvrir les packaging, je suis obligée de déchirer toujours parce que ça veut jamais s'ouvrir correctement. Bref. Ça fait longtemps que je voulais l'acheter. À chaque fois, ben, je prenais autre chose. Et là, c'est bon, je l'ai enfin acheté. Mais vraiment, je la trouve petite. Je pensais qu'elle était plus grande. Ah ouais. Teintes, elles sont magnifiques. J'ai trop hâte de l'utiliser, celle-là. Et j'ai reçu des petits échantillons. Et ça, regardez, c'est tout petit. C'est un crayon pour les sourcils de chez Benefit. Mais genre, il est minuscule. J'ai jamais vu ça. J'ai reçu ça aussi. Je pense que c'est un petit truc à accrocher sur le sapin. Maintenant, le moment tant attendu, on découvre ensemble ce qu'il y a dans la pochette gold. Il n'est pas encore ouvert, on va vraiment découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Oh!
pas mal Sephora. Il y a 5 produits à l'intérieur de la pochette. Le premier produit, c'est une petite bombe de bain. Oh non, c'est dommage, c'est pas ma teinte. Ensuite, on a un crayon à sourcils de chez Anastasia. Ensuite, on a un soin contour des yeux de chez Clarins. Un sérum à la vitamine C de chez Ole Henriksen. Pour finir, on a l'éponge de maquillage de chez Makeup Forever. Ça, j'ai hâte de tester. Voilà pour ce petit haul Sephora. Dites-moi en commentaire si vous avez fait une commande et surtout ce que vous avez reçu en cadeau gold. Bisous. Gente, compras na Sephora. Sephora, sei lá. Essa cola é maior que minha cabeça. Me segue porque eu vou testar tudo. Começando pelo Lip Kit da Fran, na verdade, Chili Kit da Fran. Vem o Gloss 23, o Pink Chili e o Chocotili. Agora o que eu vou mostrar pra vocês é simplesmente um dos meus sonhos de consumo, que são as paletas da Norvina. Essa eu comprei na Black Friday, essa daqui eu paguei 250, ela custa 500, 500! E essas são as cores simplesmente maravilhosas, eu não tinha essas cores, então eu falei, é minha. A próxima paleta é o volume 6, ela é a preta, 100 reais a mais do que a paleta laranja e simplesmente eu sou obcecada. Pra esse contorno da Nars, que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Ele é cremoso, ele é de potinho e ele é simplesmente impecável. Ele já tá imundo, porque eu tô usando ele simplesmente em todas as maquiagens que eu faço. Olha isso aqui. Peguei o meu no tom 1, vou pegar aqui só um pouquinho pra vocês verem. Ele parece ser uma bosta, assim, quando você olha, mas eu juro que fica perfeito. Esfuma feito nuvem, mas não vou falar muito dele porque eu vou fazer um vídeo resenha. Não esquece de me seguir. Peguei esse corretivo, disseram que ele é um dos melhores aqui no TikTok, então eu falei, é meu, porque ele tava numa promoção muito boa. Ele custa acho que 250 ou 300, ele estava 150. É meu! É meu! Outro lip oil da Rare Beauty, eu fiquei viciada nesse produto. Falei que não vou comprar. Tenho 3 cores. Faltava um nudezinho, um marronzinho, faltava, sabe? Rare Beauty era uma das marcas que tava com mais desconto na Black Friday da Sephora, e aí eu aproveitei e peguei um blush nos líquidos. Eu não amo tanto, então eu decidi dar uma chance pros cremosos, e simplesmente eu tô viciada. Eu tô usando todo dia. Outro item da minha lista de desejos, o pó solto da Laura Mercier. Eu já tinha testado ele há alguns anos, eu comprei a versão mini, e aí eu tive que pegar a versão inteira, porque eu lembro que eu amei ele, só que eu ainda não entendia muito de maquiagem, e agora, como eu tenho mais conhecimento, eu falei, nossa, eu preciso testar. Realmente, o meu veredito é bom. Por último, mais ou menos importante, um produto que também estava na minha lista de desejos há muito tempo, esse iluminador da MAC. Na verdade, a MAC, ela está na minha lista de desejos. Todos os produtos da MAC estão na minha lista de desejos. Por favor, MAC, me nota. Pelo amor de Deus, eu imploro. Com certeza que ano que vem uma publi aí. Eu profetizo, amém. Iluminador Soft and Gentle. Ai, que chique, gentle. Ele é altinho assim, olha, é baked. Tá vendo? Esses dois kits aqui da Sephora eu ganhei, foi recebido, foi meu primeiro recebido da vida da Sephora, então vamos abrir aqui. Que lindinho, vem um lip balm e um... Peraí. Lip mask. Lip sleeping mask. E outro kit aqui, se eu não me engano, vem gel de sobrancelha, lápis de olho e máscara de cílios. Abre aqui por cima. Ai, que chique! Vou comprar, eu amo recebida! A alegria do pobre, ela dura pouco, né? É impressionante. Você deve ser milionária, né? Pra fazer esse tanto de compras. Na verdade, não. Eu sou inconsequente. Here, I was doing a Sephora haul. Basically, I had a gift card for my birthday, so obviously, I got a bunch of stuff. I also did it in, like, 2 separate orders, and the one I first ordered came, like, 2 weeks ago, and I don't remember what was in it except one thing. All I know is I bought this 2 weeks ago and other things. Okay, but getting into now. First, we have the Ordinary Caffeine Eye Serum. Because I'm so puffy, disgusting in the morning, and I want this for my eyes. And, like, I feel like it helps a lot with dark circles, which I definitely need help with. Okay, next, I got this little hair set from Moroccan Oil because I'm obsessed with their stuff. Like, it smells so good in the summer. And I literally will do anything to be reminded of summer. So it's, like, the leave-in conditioner, hair oil, and mask. Like, I have a mini of this, and it's so good, and I always use it. And then I kind of just need, like, a new good leave-in conditioner. And then to match all of that, I got the, like, fragrance hair and body mist because, like, my hair is literally going to smell so good now. I'm actually going to put some hair in my hair right now because I just, like, think it smells so amazing. Like, it just smells like the hair salon in summer, and, like, those are, like, my two favorite things. Then I just got another glycolic acid from The Ordinary because I just bought this and I've already used up over half, and it's like I have a gift card, so I may as well stock up because I'm obsessed with it.
And then I got this Power Create moisturizer because I just need like a good thick barrier recovery moisturizer for the winter because my skin just gets so dry and flaky and I hate it more than anything. And I always use their SOS spray, so I thought I would just get the SOS moisturizer as well. Last but not least, I got the new Rare Beauty Brow Gel. So excited to try this out. I think I'll literally make a separate video trying this out because like, so cool. So yeah, that is my Sephora haul that you're watching. I also use the holiday like code thing, so everything was 20% off, which is great. I have a huge haul, so let's do an unboxing. First from Charlotte Tilbury, I got this little set. It comes with their magic serum and their magic cream. And then I also got this Tatcha set. It comes with the Tatcha serum, the dewy skin cream, and the face wash. Here I got the Refi lip gloss in clear, the Kosas foundation. A lot of y'all recommended this and I love it. Tilbury airbrush flawless finish, a big thing of the glow recipe dew drops, love this stuff. The Charlotte Tilbury pillow talk lip liner, Refi lip sculpt in the shade blush, Milk bronzing stick in the shade baked, and Hourglass concealer in the shade oak. Now Lulu, I just got this pink Swiftly. I think it's so cute. And I got this Way Detox Shampoo from Sephora too. Now Ulta. From Ulta, I got this Tree Hut set. It's the Tropic Glow one. It smells just like Sol de Janeiro, but so much cheaper. On Black Friday, I got this K18 leave-in mask. On Black Friday, I also ordered some stuff from Olaplex. Just got the shampoo and conditioner. This is my favorite. Number 8, moisture mask. Number 3, hair perfector. And this little sample of the oil. Now Francesca's. I got this pink sweater. I think it's so cute. So cute for Valentine's Day. And I also got some necklaces from there. Now Aerie. I just got these brown little flare leggings. These are so cute. Now from Garage, brown little ribbed sweater type of thing. It's so cute. It's kind of like off the shoulder and then it has a slit in the side too, which is so cute. On Black Friday, I ordered from Every Jewels too. I got this necklace. It has little pearls. These earrings are so cute. And then I also got another necklace like this. Then on Amazon, I ordered this book. It's 101 Essays That Will Change the Way You Think. I've seen this all over my TikTok, and it is so good. I don't read, but I love this book. From Amazon, I also got these Mighty Patches for the nose, and they are so good. They will suck all the gunk out of your nose. Now H&M, gray shorts, and then it has a matching gray long sleeve. And I just got this little gray one, too. This sweater, it's kind of like off the shoulders. Just a little white ribbed one. I think it's so cute and I think it's perfect for Christmas time. Do you ever do your makeup and your hair and you're still like, something is off? I just can't put my finger on it. I just quickly put my hair up in a half ponytail. I dare to say it does look better up instead of down. As I've been blasting on my social media, my birthday was a couple days ago on December 11th. And I got myself some gifts, of course. This specifically was a birthday gift, so this I didn't buy myself. But if you know, you know what this is. I haven't had the chance yet to put it in my record player, vinyl record player just yet. Oh my God, you guys. Don't cry. This is so precious, dude. I didn't open it completely. I'm gonna cry. If I look at this for too long, I'm gonna cry. I can't. I had a good conversation with somebody about the struggle of sequencing. This person told me, if every song has a purpose for its position, then you can't question it. I decided to give this track list a listen without just the musical ideas, but with the exact purpose for each song. Not just what I say or how it sounds, but how it makes me feel. I think my song's true meanings lie in the feelings they give me or anybody listening. So here is what happens in my album, and here is the final order. I'm not changing it, this is it, and this is why. Oh yeah, for a reason that may or may not be explained in this next novel you may decide to go and read after looking over this prologue, this whole album's theme is birds. We will use that in every aspect. More on that later. First, enjoy.
Finally, A Method to the Madness by yours truly, Malcolm James Xavier Samuel. I can't say that name. Samuel Myers McCormick. P.S. I'm faded, so some word choice may need some retouching or fixing. Hopefully, I wrote what I was thinking correctly. Funny how difficult that is. Shouldn't we all be able to write exactly how we are feeling down on paper? Is the education system to blame if we can't? Save that for my political angry rap album. Anyways, that last paragraph was pointless. I just wanted to create more reading for you because I'm a horrible person, but actually read this next part. One. Look at that, it is so intricate. Oh my God. This album and just Mac Miller's music in general has so much meaning and holds so much value to me. I mean, I feel like for a lot of us, it's helped us going through tough times. It's also been there when there's amazing, beautiful moments. It's been there for when you're feeling so in love. Like I just, his discography, hopefully I'm saying that word right, is just so good. Here is the artwork for, I think this is like the main folder. Super pretty, colorful. Here is the inside as well. And of course I had to get myself some restocks and my birthday gift from Sephora. Bought myself more of the Sol de Janeiro Bum Bum body stuff, but this is an oil. I love their body lotion. This smells so good. So if you're wondering what I smell like, this is what I chose for my birthday gift. I am wearing the lip gloss. It's super pretty. It's like a pink with a glittery base. And it also came with his eyebrow lamination, like eyebrow setter. Restocked on the Amika Undone Volume and Matte Texture Spray. I love this brand. And then also got this as a sample. I think this is the Too Faced lip injections because your girl does not have lip fillers. So I gotta make this work and look like I have big juicy lips. If you don't know what the Lip Floor store is, it is Tyler the Creator's store that he created, designed literally everything on his own. And I was not expecting to see him there, and he literally was there just sitting out on the porch while on the grass. And I've already seen him in person, so I wasn't too starstruck. So I did get the chance to say hi to him, and I did give him a hug. And no, I didn't get a picture because I didn't want to bother him with that, because I've heard him say that he doesn't like when people just come up and say, hey, let me get a picture. Got myself a new wallet, Sunseeker sunglasses, and then I restocked on a travel size of Golf Le Fleur French Waltz. So again, if you're wondering what I smell like, sometimes I smell like this as well. Thank you for all of the birthday wishes, and I hope you have a blessed day.